Hoofdstuk 3. Een cruise over de strepen. De monnik van Oudenburg had zijn woord goed. Oudenburg, dat is een beetje machtig hoort geworden, hè? Topen met gistel. Ze zijn gebeden geweest om 5 voor 3 woorden bij de graaf. Veel glorie werden de wapens gezien van destijds de heer van Vlaanderen, Robrecht de Vries. Hij deed op binnen het 6e jaar van zijn regering 1071 vele diverse kerken en kapellen repareren en heel nieuwe van de grond af maken. Ter ere aan de waarheid van mijn eigen Sint-Pieter, de prins van de apostels. Nu is het kerkje stoter en mogen nu ons dorp met een hoofdletter schrijven. Oostende. Tempeltje mag je aan van nut zijn. Blijf sterk gelijk een schip. Het is een kerkenwerk. Het deugdelijke woonste voor onze schutzelligen en medewisser. Mijn zonen werd Pieter gedopt. Zijn moeder nam God lieve, nadellige vrouwen van Gistel. Ze maakte hun ambt zonder nood, lokte de krooien van het veld in de scheuren zodat ze naar de messen kosten gaan, maar werd gelijk zonder schaamte, door 2 knagen van haar bastebeer van een heer, Bartolf, versmacht aan een stempel verzoek. Zaaste wellen gaan we er nu alle zomer gaan dienen en onze zeer ogen wetten met dat miraculeuze water. Min noemen ze Jacob. Voor wat met andere Jacobs uit elkaar doen, zijn kop oorink. Weder vissers, we smeten haar een keer met lapnaamtjes. Aan jaren zoeken ik achter een wiese voor beter te pekken. Laat ze maar lachen met mijn lieve brie. Ik weet dat de zeeën ook aan het kloten zijn, maar ik wil een derde voor ons, voor een stende. We zijn vooral visjes blijven. De Oosterrennam is al lange toegestoven met dun. Langs die kant kunnen we niet meer binnen of buiten. Van aan die dunne schreven en met een sterke bogen voor ons dorp paan en zand heet. Met de vlaten tussen gevlochten voor het water tien te doen. Loodrechte doorop en met 5 borrenbrekers van 6 stoffage aangebracht voor de kracht van de bries in de vloed te kraken. De graaf heeft permissie gegeven voor langs de westkant de havenhultje te delven. Dan moet er een kreekut, de niet verlegen had. En ze vroeg niet beter dan maar dieper kelen had in de zijdspugen. Maar in het binnenland wordt ze gevoeld met achterwater dat door de zwaan en alle keer uit de roevers liet jagen. Dik graaf, die in wet wel reis te kijken maar dat vloeit gevoel, had zijn plan verstandig bij de graaf verdedigd. Voordat die nieuwe wondingen niet zo versluizen, hebben ze langs wezen kan een zet met proper rot en vlechtwerk. Geschoerd met zware steen, afval van Oudenburg en de vorige burg. De linkermuur, nou ja, ik kan maar zo mee noemen, op het stufzand van het Mariakerke dun veiligt in. Maar is dit. Met de naam van de 78 geweest zijn, had er een eindelijk zware storm van 6 voet 6 op een uit. Voor mijn overige grootvader zijn hut een zijgedrag naar smiet, gelijk dat er in Schotland leven had gaan, dat ze zeggen. Het was op een prijs 42 voeten lang, tot de toten gelijk de bek van Noord en de kop de gedaante van een zwaard. Het schrikdier werd door dat zo raar was door de divan van Stenden naar Brugge gestuurd en door het magistraat van Hunter aan graaf Philips de Vrijringen gegeven. Dat er zo'n beest bestaan geloof ik zeer, maar ik heb minder vertrouwen in de grotten. Alle 10 jaar had dat beest al een voet gegroeid zijn op de tongen van Dolekoors dan het vertelde. Dus in avonds zit kort en uren, vooral wat er langs de kust gebeurt van oudje tot dratje te vissen. Sertoe had verschrikkelijke dingen zijn. De meeste wandelen hadden ze wel aan toeden en opschrijven in het tijde boek, en die dan achter ons komen gaan in de schudden afvragen wat voor kerels dat we er mogen wisten. Grootvader op elkaar lagen aan zijn wiesje met zijn tijden te spelen, als zijn vader getuige was van de naaste schrommelige ding.
De graaf Philips en Joao Raaf 189 getrouwd met Mathildes, koninginnen van Portugal. De prinsesses kwamen door Lisbonne met 14 schepjes. Al de wapens dat de graaf veroverd had op de Saracen, had dan ook nog alle eigen schat naar goede werk. De Noorman van die vrijbuiters, van alle tien geroemd door hun stroperien, worden verwittigd van de overvaarten. En ze kruisten met 14 galeien op de rijke vloten. Ze veroverden haafschepen dat ze naar Cherbourg brachten. Hun stroperien poorden ze met hun vrijheden en ze smijten de lien van de koningin in de zee. En zo kwamen ze zien niet zonder groot gevaar en met niet meer dan 3 schepjes in Vlaanderen. De graaf, dat over lands naar Vlaanderen reisde, werd op dochter gebracht en onderzocht wie dat er de leiders waren van zijn strategie. En er rustte direct gewapende schepenen die van Prussen naar Denemarken gekomen waren en zeilden zaven naar Cherbourg, zodat de stad plunderde en verbrandigde. Madame bracht vele van de belangrijke edelen gevangen mee, dat in Ostende, Damme en Blankenberg in hechtenissen liet staan en daar liet onthoven. Tonnen lieten de lichaam, te schrik en voorbeeld van gelijksoortige misdadigers, op de raders liggen langs de zijkant. Grootvader Obeikin had zijn ogen uitgekeken naar Nadine, het jaar 1213. Een Franse zijvloot van 1700 grote kleine schepen kwam tussen de bankdeuren gevaren voor een Damme te land. Maar graaf Ferrand was op dochter van het vijandelijk manoeuvre en hij zond de boot naar Engeland voor de hulp van koning John in te roepen. Dik wat bedijn, aan het zicht van zijn avond verstrooide de man van koning John de Franse en pakte ze onder de schepjes buit. De coupage werd overboord gesmeten en weten aan een stek lag strenger vol met leen. Dus de vissers voeren niet uit, maar begraafden het dag en nacht aangespoelde, dan op karren weer geladen en achter de dun van Mariakerken in de grond stoken. Een paar liggen boven zee is met hoogwater de kreek is binnengedreven en het les bluffen voor. Het jaar erachter stook hij Vlaanderen naar de pestilage. Ook Ostende was daar aan toe. Een verslind vier brandde het tegelijk de bos ten dijk aan. De mond van dit ralien was verzaard en gaf een ondraaglijke stank uit. Het doodzwet baste uit, pitchmerke, maar kostte de brand niet matigen, waardoor de botten van de ongelukkige slachtoffers even wegtaardigen. De zoete band van vriendschap, de gevoelens van natuur, het was al in de vergetenheid. De zeunen, verdwaald van het zeer, weigerden van zijn vader dicht te pakken. De ene broer fritte voor de andere. De stervende moeder volgde haar kinderen in het graf en wat er vinden ze even naast achterkwam. De meisjes zagen niet anders dan die die aan dood gaan worden en liegen. En of dat nog niet genoeg was, hadden zij ook kritieke deuren gebroken en stiefvele land overspoeld. Zodanig dat alles rond Brugge onder water stoeg. Maar zijn lieve deed was niet stief treffelijk, hè, mijn beste lieve heer van Lageland. Maar de zeil had dus niet los. En iedereen nog minder. We verdienen goed dus een stutte. Dus een schapenkaas, een zandjoen, de meeste prezen groezel. Alle dagen, weer en wind dient, voor de grootste naafte van onze vissersvloten op ieder uur van de dag het hultje binnen. Daar komt die van Rudenburg, wat als alle weken twee keer smart doen, en die van Gistel, met een martag, is een benvis kopen, waarmee ze tonnen de streken grieven. Het grootste deel van zijn eigen woetersman ambacht. Niet alleen weer vissen daarmee een eigen bedrijf, maar ook dat van vismarchand creëren voor het werk. We zijn minder op uw eigen, van dat we weten dat er zoveel mensen vis eten uit tussen hand. De wallen houden dus met een pot vasten. Wat dat niet wil zeggen dat de schotels die over het dorp hangen door anderen met veel attentie worden bekeken. Nou, volgens daar doet er wordt, priest, water, jonger en driester.
Langs de zijkant boomt mijn genus mee. Voordat een tik er lag, werd de eerste ring in vijf keer weggespoeld. De Benedictine van Oudeberg had het jaar van de verwoesting op het eind. Avond er aan 5, avond er aan 9, avond er aan 10, avond er 24 en avond er aan 70. Aan 12:15 aan mijn stand doen, maar schelde geen oor. Het gebouw dat nu dicht bij de kathedraal staat, is dus het einde kerk dat, ik zeg met de spit, nog gast dat tot de parochie Mariakerk hoort. We zijn nog niet helemaal aan zijn zegen. Daltaar staat het oosten recht, de deuren naar het zuiden. Op de spits draait de noede weiranen naar gast rond. De kries staat in van doede, ook als maar mijn mantin maar op bevat. De zij aan jas aan op Petrus' vinger gelusterd. Verleden jaren, maar springt hij, spoelde ze ben, krakte de chambaan bij elkaar, de bietstoel lag tegen het portaal gedreven en dat gezwoon deuren kost niet meer op. Het liep zelfs krabben op de grond. Hun zussen zijn van zwart rustafage, lijm en hout. De steen die in de polderse batten worden, de moffen, zijn sterk, maar stront de dieren. Dat ook lijkt dat meteen goed zijn van de poon, omdat we weten dat bulmen in het water slaan is. En ook zoveel werk met toen de roet van onze schut die alle dagen meer vis moet aanbrengen voor de bak van het binnenland. Alles voor de boot en niet voor thuis. Het kostte hun leuze zin. Zeker krabben, de tieste parochiepaster sinds 1071, loopt met zijn kop te schudden. Gaat niet resten, meisje, want hij zit meer bij de abt in Oudeburg en daar is in Brugge. Nu wel de lange armen kregen voor zijn kerken en nu ze wel voort. De streken naar het zuiden van onze schreven worden meer en meer uitgedampt. En tussen de dingen loopt het vuil met dorte vruchtbare schorgeren. De velden worden goed bebouwd en behalve de moeren van Histel liggen er geen grote stijgen meer onder. Kleine moeren vind ja dat je wilt, maar sinds de voorloper van gravin Margarita wordt het water in alle soorten ledes afgevoerd. Het is echt wonderlijk wat voor kloeke graanoogsten er worden binnengehaald, hoeveel hoeventjes en hutjes dat er uit de grond stampt zijn. De schapen, die niet voor hetzelfde groen geven, worden naar de magerste heidegroen verdreven en koeien pakken nu in de maalse zompen hun plek in. Niet alleen onze vrouwen weten dat, ook de kleine jongens drinken liever de koeien dan schapen maken. En Kokside reist er een oor zijn wonderschoon nabdi, die van Tertun of van Nabdides baalt, afkomstig van eigen oorskapellen. Daar, he, zei de pastor, daar kan je nog dus schapen taal. En Oudeburg, Histel, Snaaskerken, Leffingen en andere stadjes en dorpen, waar ze hun zolden, vragen ze erof voor wat dat we geen vast als standen stijgen. Me verschieten is van de dood als ze stemmen stelder maakt. Al me wie er niet deis te gaan zien, volgens mij naar het zuiden te vestigen, kan anderen eens voor zien. Gaan we toch maar wachten totdat er geen plek meer is? Totdat we standen met eigen poten en versmacht? Gaan we doen, gelijk een avond eruit wolven, had er onder de weg trokken en naar Ringeland ging, het prijsdom waar ze een Vlaamse stad aan bevolkt, later Flemington genoemd. Ik zie niet tegen de vooruit, je weet het van mijn bekelhistorie. Maar weglopen is fruit. Ik zie nu al 30 en ik durf tegen alle waterheist in de kruislaan. Bouwen een diepere boot, verwacht nog kinders, maar Oostende bewoont me vullen ogen. Ik weet maar al te goed wat dat er vele vrouwen en zelfs vinden nalokt van hun zand te verlaten. Te weinig leurders met snusterien. De derde is van dieper, lopen pronter gekleed naar de zondagsmessen en de venten pinken met hun telantings. Een mode die van Brugge komt. Zit er al graaf Diederik van den Elzas in 1149 uit het Elleland een paar druppels bloed van onze lieve neer meebracht. Zit de tonnen weer tot al botbehang. En van onze jonge visjes draagt behot oorringels. Door de zigeuner liet hem op de kermessen van Gist Louis maken dat touwdeuren verder kost te zien op zijn. Ga een neusring dragen, al kon er water kan kieken, waar dat toen plat naar schuilen op het rode zand liggen te zwemmen. Daar is de najaarswind komt naar wagen. We vragen een storm dat ze eerst 3 dagen gaat doen. En die poor, met zwaal naar muren, 4 boeten
rechte straat naar schone blokken, gaat veiliger zijn. Het verwoeste zandhof weer dieper langs de Nizer gebouwd. We zijn weer morgen gejuicht en vriendelijk met Dunder. De vissers verdienen er grof geld en leven er gerust van harte. Maar lief, wat moeten we doen met deze zuchtige portepla? Mussel nog vis. We zijn toppen gekomen in de kerken. De pastor staat niet in zijn prikstoel en ook niet van het altaar. En de banken in de kringel geschoon en voor ons meer dan af tussen en had ze weusten. En ze korten dikke krabben witte er helaptjes rond. Na die staven klap, en namen van die dan er niet zien, onze vrouw. Gaan we niet zien omdat de dichte zijn er begint te behaksen. We zagen geen een. Iedere vent had in bedden de klok horen lullen. Antonis, zijn hoofdman, zijn mening was niet van doe. Achter zijn gerisde musselboord is Antonis een bezadigde vent, gevoerd van bijgeloof. Bij Jeanne, zijn vrouw, is nog slechter. Ik kreeg mee van uw moeder dat overal de heisten ziet en een keer overlezen wie er voor de duvelen deur te ban. Het zijn dingen in de lucht dat me niet kan, maar het waarlijksje is Belzebub en gaan niet. Antonis kan voor de dag met zijn nut vertellen ment, maar pastor Krabbe laat hem klam. Jeanne, uw moeder, bewaart dat ze de vorige kerstnacht met haar eigen ogen gezien had hoe dat dan met de kerstkruis van onze toren begon te blinken, van de spits loskwam en een staartsterren door de lucht vloog. Helaas worden achter de dun daal en spetters gaaf. Dus de banken krachten met dat ze niet kosten geloven als tonen besluit, dus de kerken moet hier weg. De papen verleden in zijn tongen en dan gaf de momentje waarvan de godvrood, vandaag uitgerot op mijn vroeger serieuze baar van een vent, profiteerde voor te verklaren dat iedereen de kop had inslaan met de rode sponen. Als dat zeiden, iedereen, hè, de kop in dat de kerken wat hofsmitten en verzetten zijn. Dat ik me verstaan, hè. Het ene woord brengt het andere mee. En we zitten even aan in de spoken. Gerard, labbekak, maar grote super, akkoord dat kerkje te klein is. Neem op je machten voor de roesgehoorde op afstand doen. De zijduvel dat je ze zelf scheurt en s'nachts op je boskast komt erin, zodat je bloed en zwijt verandert. En weer eens weegt die pastor like dat een baste. Als alle man was uitgekucht, vroeg die lijp wat aan de jongen spijsde van de verhuizingen naar binnen. Maar hij gaf dat geen eind woord en baste zelf weer te pladieren. Hier staan de zussen op los zand. Hunter bouwen ze op vastere grond en drinkwater smaakt minder brak. Ik pees niet dat vissers van andere dorpen gaan overkomen, maar maas met mijn huis. Ze zullen van eigen de beste perceel kiezen. Grotere schutbouwen met meer diepgang en grotere rum. Misschien gaan ze onder nederzetting een nieuwe stand noemen. Gaan we als om de namen van onze bakkermat laten schoen? En wie blijft er dan over en achter? Hoe de boom dat niet aan verpotten. En tussen dit slopen die van Ipoor weg met vat. Pijzen me genoeg van de jonge meesten? Ze zien even schoon als die van Schor en Polder. Slakker zaast, want dat ze van die pannen op hun hoofd dragen. Maar de die van de stad Zoetenburg en Histel, klein en der bunter, en ze niet al boerin. Voor wat moeten nu zijn dochters voor ras aan viswuf zijn? Nieuwe zijdorpen gaan ons verpisten. De Nede, dat dus uit de richting van Brugge toespoelt, mond dat toost nu in een breie ormen. Langs de scheerdijk gaat er aan een nieuwe vlakje wegkomen. Breid nee. Godvrouw pakt al zijn courage onder zijn armen en zijn vlak af. Wie dat er wel gewoon mag gaan, zijn. Maar ik blijf hier bij tot een standbeeld van Petrus. En hij duist jaar, nooit of te nooit, gaat weg uit mijn kerken. Ik zie niet als een dikke tekst voor dat zo doen, en ik zeg hem me zeg. Het akkoord, de repen kunnen langs west en oost niet uitbrengen. Ook niet langs noord. De zij wil het niet en zit pier schiet daast in zijn te koesteren. Verrusten we nu, het vrije willen, dan staan we daar niet gelijk die van Zandhoof die wegging met dat van Moeken was. Pakken van Eigen is de naam mee. Standbeeld van Pier gaat over de bluffers water, maar zit het dus tijdens het scheefde worden de schondere postertjes te snijden.
De jongens die lachen aan Xavi lachend vragen of dan doet vandaag, een keer als ze een beetje weg zijn van de zij, nog gewoon kunt slapen als de kruiders niet meer horen. Ik ga zien dat bij mij ook een einde gaat duren voordat ik het gewend kom. De rest van de avond verhoudde het tetter. De een zegt dat liever Tom zand fret tussen zijn stutten dan dat hij met beslikte schoes tussenkomt. Donna's, is de smet, die vragen naar de vaardige bruggen te kiezen. Wat aan de poort is vele schellingen moet afstaan voor de stoten van de graaf en zijn familie. Zij, shed is van vele walkwallen. Miserie van dagelijkse politiek, voor moeten zeggen. Hun der beschermingen betalen die van de steden met vele schoon geld en bloed. Ze moeten soldaten aanbrengen en andere dingen doen. Waarmee dat ze stotierend mee lieten zien. Wat voor ruzie dat ze maken voor hun zogezijde vrijheid. Een stad is een wespennest. En weder, afgezonderd, onbenut, weder maken ze vrijheid samen. Daarna is weer bijgesprongen door schipper Willem Krullen. We weten niet hoe goed dat met hen. Water en wind, ja. Maar als het niet meer valt, dragen we allemaal blauwe mutsen. En dat bijzeggen. Is dus kerkenplinkje niet schone? Als aan proper zand. In Brugge ligt te midden van alle straten een greppe te stinken, waarin de loslopende zwien staan te snuffelen. Ik had je maar een keer zeggen, wij zeiden. Krabbe doet rekeningen met de wind die van verschillende kanten waait. Hij besluit. Maar hij is de deelkoop en ambachtslien achter de dun een weunst te laten temmen. De poolruzen dat er staan, die zijn al van vissers. En misschien zwet er het van ons om dat installeren. En wat mogen hem aan? Dan kan de pakjes bouwen, wat dan met zijn vis afzetten. Of dat dan niet zo zin voor flipperijger met zijn eigen been. Maar dat niet met gevoren en geleerd van te komen voor de wind te doen zwien. Dus marchandise gaat met plezier van dan toe. Het laatste woord komt van Godfrood. En dat de stand hier wil ik begraven zijn. Ook al staat er een voet water boven mijn kruis. Oostende Verteld is een podcast gemaakt en geproduceerd door Stijn de Schacht. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Karel Jankovic.